Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting, van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? Een ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven. Zometeen in Hoop en Leven. Ik kan herinneren dat sinds kleins af aan, hoe ik me opgroeide, iedereen zei altijd van, oh Denise, je lacht altijd, je straalt altijd, maar van binnen was ik helemaal kapot. Het is noodzakelijk dat wij niet opgeven. Omdat de tijd van God anders is dan onze tijd. Een hele goede morgen en welkom bij nog een nieuwe aflevering van het programma Hoop en Leven. En vandaag zullen wij aan u laten zien het levensverhaal van Denise. Een jonge dame die laat zien dat ze gelukkig is. Een jonge dame die leek gelukkig te zijn. Die laagde voor iedereen. Maar binnenin haar waren allerlei problemen. Niet alleen in haar binnenste, maar ook situaties in de familie. Situaties in haar innerlijk, bepaalde situaties die zijn gebeurd in haar leven, die hebben die verdriet en die pijn gebracht. En dat is wat wij vandaag de dag zien gebeuren. En dat is wat vele mensen ook zien gebeuren. En daarom, beste kijker, wil ik dat u graag ernaar kijkt, naar het levensverhaal van Denise. Die laat u zien dat er een uitweg is. Laten we nu kijken naar haar levensverhaal. Dit is een aflevering van Hoop en Leven. Mijn naam is Denise en ik kom uit Rotterdam. Voordat ik naar de UKGR kwam, was ik een persoon die heel erg leeg was van binnen. Ik had heel veel problemen in mijn binnenste. Ik kan herinneren dat sinds kleins af aan, hoe ik me opgroeide, iedereen zei altijd van, oh Denise, je lacht altijd, je straalt altijd. Maar van binnen was ik helemaal kapot. Zodra ik alleen was in mijn kamer, dan begon ik paniekaanvallen te krijgen. Als ik ging nadenken over de toekomst, raakte ik heel erg benauwd en verstikkend. Ja, ik voelde me eigenlijk gewoon waardeloos. Alsof ik geen toekomst zou hebben, geen geluk zou hebben. Dus zodra ik in mijn kamer was, zocht ik een hoekje op en dan begonnen de tranen te stromen. Ik kan nog herinneren dat ik echt sinds mijn 10e of 11e tot aan mijn 19e gewoon meerdere keren per week mijzelf in slaap moest huilen. Zonder dat er iets concreets gebeurd was. Het was zelfs zo erg dat er momenten waren dat ik geen voorstellen dat een dichtbij familielid is overleden, terwijl dat niet eens zo was. Alleen om een reden te hebben om te kunnen huilen. En zo ging dat maar door en ik kon maar niet plaatsen, maar echt geheel mijn tienerjaren ging dat door en niemand had het door. En het was ook zo dat ik zelf ook alleen wilde zijn het liefst. Want zodra ik was met andere mensen die allemaal blij waren. Ik was ook blij, tenminste zo deed ik. Het was gewoon voor mij, ja, deed ik alsof. En ik raakte ook zat om elke keer alsof te doen. Want ik wist dat ik al in de avond waarschijnlijk weer zou moeten huilen. Dus zo groeide ik op. En ook met mijn familie thuis. Ik kom uit een groot gezin. Maar ik was altijd een persoon zonder mening. Alsof ik niet voor mezelf durfde te praten. En dat merkten ze ook bij mij op school. Dat zelfs, ik kan me nog herinneren toen ik op de basisschool was, dat ik over moest gaan naar de eerste klas. Mijn CITO-score was gewoon hoog, maar alsnog wilden ze me naar een lagere niveau sturen. Alleen omdat ik niet sprak. En zelfs toen ik op de middelbare school zat, kan ik nog herinneren dat ik VWO aan het doen was. En toen kwam zelfs een docent van, ja, het is beter dat je naar de MAVO gaat. Ik denk dat je het niet kan halen, dat je het niet zou redden. Alleen omdat ik eigenlijk niet sprak. Ik was een persoon, ik keek alleen naar de grond. En vandaar dat dan de mensen om me heen ook, zeg maar, niets in mij zagen.
Maar toch bleef ik doorvechten en ik had mijn studie alsnog gewoon positief afgerond. Maar als ik denk aan hoe ik voor dat ik naar de UKGR kwam, dan was het echt een leven met leegte. Geen echte blijdschap, paniekaanvallen zoals ik zei. Onzeker, minderwaardigheidscomplex. Ik dacht, mijn droom was, zodra ik oud genoeg ben, dan ga ik verhuizen naar een ander land. Ga ik gewoon opnieuw starten. Zo ver ging ik in mijn gedachten. En niemand om mij heen had dat door. Om dit te veranderen, ik zocht naar manieren om die leegte te vervullen. Ik begon ook, ik kan nog herinneren dat toen ik op de middelbare school was, het is ja, best wel erg, op mijn 14e geloof ik, dat ik voor het eerst keer een jointje ging roken met vrienden, niet echt, ja, mensen buiten. Maar in mijzelf dacht ik van, oké, ik heb een leegte, ik voel me niet goed. Ik hoor heel veel mensen zeggen, oh ja, dan ga je maar blowen. Dus ik probeerde het, maar terwijl ik dat deed, ik had maar één haaltje en in mijn hoofd bleef van, nee, dit is het niet. Dit is het niet. Dus toen had ik het snel ook losgelaten. En daarna was het sowieso dat met vrienden, zodra er een feestje was of iets, van tevoren dacht ik gelijk van, oké, ik moet drinken om aangeschoten te zijn, want dan ben ik gezellig. Dan ziet niemand dat ik eigenlijk niet praat, dat ik maar, ja, ik dacht dat ik gewoon een rare persoon was die niet sprak. Dus daarom dacht ik van, oké, als ik aangeschoten ben, dan kan ik meedoen met de sfeer, met iedereen. Dus dat probeerde ik ook. Ik probeerde ook uit te gaan, maar dat was het ook niet. Dat heb ik ook niet lang volgehouden. Toen ik 16 was, toen probeerde ik het weer met wiet. En toen was het weer, nee, dit is het. Ik kan op twee handen tellen hoe vaak. Dus ik heb nooit echt gerookt, om maar zo te zeggen. Maar ik heb wel meerdere keren gehad van, oké, laat me het proberen. Misschien gaat het nu wel iets brengen. Dus het is best wel erg hoe ver ik ging met zoeken naar een uitweg daarin. Toen ik kan herinneren dat op mijn 19e ongeveer, toen had ik echt een dieptepunt bereikt, om maar zo te zeggen. Want ik was het gewend om altijd, wanneer ik alleen was, te huilen. Dan droogde ik mijn tranen weg. En dan zei ik weer van, oké, maakt niet uit, ga gewoon verder met je leven, ga studeren. Dan haal je diploma en dan kan je verhuizen, kan je eindelijk gelukkig zijn. Dus dat hield mij sterk. Dus altijd nadat ik een paniekaanval of iets kreeg, dan was dat mijn routine. Maar ik kan herinneren dat op mijn 19e volgde ik een studie. En de studie zelf maakte me niet blij, omdat het was niet echt iets voor mij. Maar ik kan herinneren dat daar op school, dat mijn mentor, die riep me wel eens op zijn bureau op een dag. En eerst dacht ik van, waar wilt hij het nou over hebben? Ik ken hem niet eens echt zo goed. En toen we daar waren, toen had hij alleen één vraag. Hij zei tegen mij, ja, sorry dat ik dit vraag, maar ik moet het vragen. Ben je happy? Die woorden gebruikte hij. Op dat moment voelde alsof de grond onder mijn voeten werd weggehaald. Ik dacht van, oké, klaar. Nu is mijn masker gevallen. Zelfs als een vreemde persoon het ziet, dan is het helemaal heel erg. En ik kan nog herinneren, diezelfde week, ik zat er gewoon mee dat hij dat vroeg. Want het was ook waar dat ik niet blij was. En diezelfde week was ik ook thuis. Ik was gewoon leuk een film aan het kijken. En ik dacht van, oké, laat me pauze zetten. Ik ga even wat drinken halen. Onderweg naar de keuken stortte ik weer neer op de grond. Weer moest ik huilen zonder te weten wat. En op dat moment wilde ik weer opstaan om ze weer mijn tranen weg te vegen. Maar toen dacht ik van, nee, het is genoeg geweest. Want ik dacht, oké, nu ben ik 19, nu ben ik ouder. Ik word steeds volwassener. Hoe lang gaat dit door? Dus toen heb ik een vriendin gebeld. En heb ik uiteindelijk gezegd wat er aan de hand was met mij. Dus ik belde vriendin op en ik heb haar alles uitgelegd. Ze kwam direct naar me toe. En zij vertelde over een plek waar zij heen gaat en dat ik één keer mee moet gaan met haar. En dat was de UKGR. Dus de eerste dag toen ik daar was, toen ik daar kwam, ik raakte heel erg gemotiveerd door wat er werd verteld. Geïnspireerd zelf. En zo begon ik steeds te denken van, oké, er bestaat wel een uitweg. Ik zag die mensen die daar waren blij, maar ik zag gewoon pure blijdschap.
Dus zo begon ik te gaan, de diensten te volgen. En al heel in de korte tijd, dat was mijn eerste ervaring, dat ik dacht van wow, ik stopte met huilen. Ik hoefde niet meer te huilen in de avond wanneer ik iemand vertelde over wat ik heb meegemaakt. Normaal barst ik altijd in tranen. Ik kon het gewoon vertellen, gewoon zonder het gevoel te hebben dat ik moest huilen. Dus die triest, die verdriet die ik echt binnen mij had, daarvan was ik als eerst van verlost, om maar zo te zeggen, toen ik kwam. Ik leerde om te gaan met situatie, dingen aan te zien. Ik leerde vergeven, want ik had ook een wrok in mijn binnenste en ik leerde vergeven. En dat heeft mij helemaal vrijgemaakt van al die paniekaanvallen, die kwellingen wat ik voelde. En dus zo begon ik te groeien. Ik begon vaker de diensten te volgen. Tot op een moment dat ik echt dacht van oké, dit is echt. Wat hier gebeurt is echt. Het geloof is echt. God bestaat echt. En die staat ook echt klaar om mij te helpen. En zo begon ik echt het serieus te nemen. En echt mezelf ook over te geven. En ik merk gewoon een heel groot verschil. Als ik mensen van vroeger weer tegenkom. Zij zien ook een verschil met de vroegere Denise en de Denise van nu. Want ik kon niemand niet eens in de ogen aankijken. Sollicitatiegesprekken waren voor mij altijd trauma. Altijd als ik een sollicitatiegesprek had, dacht ik van oh, hoe ga ik dit doen? Ik had ook problemen om voor een groep te staan of mijn mening te uiten. En nu heb ik ervaring met evenementen organiseren of een team aansturen. Dus heel mijn binnenste is veranderd. En dat ik echt vandaag de dag, ondanks dat er tegenslagen komen, want die blijven komen, ik weet hoe mee om te gaan. Ik raak niet meer benauwd of paniekerig wanneer iets niet mee zit. Ik blijf, ik heb gewoon de hoop en de zekerheid dat het goed zal komen. Ondanks de situatie. Dit is een aflevering van Hoop en Leven. Zoals Abraham uw stem hoorde, Heer, open ik mijn oren voor uw stem. Ik ga weg van waar ik nu ben. Ik zal gaan waar u mij zend. Ik weet dat ik beproevingen meemaak, woestijnen en gebrek zal ik ervaren, maar aan het eind weet ik dat ik zal zien het land dat vloeit van melk en honing. Ik geef op wie ik ben, alles wat in mij is. Ik leef niet meer voor mij, maar Jezus leeft in mij. Ik laat alles achter, verlogen wie ik ben. Alles wordt nieuw gemaakt, een nieuw leven met mijn God. Dit is een aflevering van Hoop en Leven. En Denise laat zien dat er een uitweg is. Want er zijn mensen die denken zo, nee, ik moet met mijn situatie en mijn verdriet en mijn pijn mee omgaan. Dus de persoon denkt, nee, ik moet het bewaren, ik moet het blijven in mij het moet in mij blijven. En de persoon blijft dagen, maanden en zelf jaren ermee. Maar zijn situaties dat in plaats dat zullen helpen om te bewaren, zijn situaties die brengen andere problemen en andere gevolgen, zoals Denise het vertelde.
Het proberen iets te laten zien dat niet haalt. En we leven vandaag de dag in een maatschappij die graag zorgt voor het uiterlijk. Maar velen weten nog niet hoe ze de binnenste kunnen ook veranderen. Dus verandering in de zin van die verdriet naar de blijdschap, die pijn, hoe die persoon dient, die pijn of die verleden. Hoe kan de persoon ermee omgaan? Niet omgaan dat de persoon ermee blijft, maar dat het voor altijd weggaat. Natuurlijk, de persoon zou niet kunnen vergeten wat heeft meegemaakt. Want zijn situaties die zijn gebeurd in het leven van de persoon. En natuurlijk, het blijft. Maar het blijft een herinnering. Maar niet meer die pijn, niet meer de leed. Want velen proberen het te bewaren en daarom gaat het mis. Dan nemen ze verkeerde beslissingen, nemen ze verkeerde stappen. Omdat ze willen graag een oplossing zien te vinden in hun situatie. Maar Denise vertelde duidelijk dat ze heeft dat kunnen ontvangen door het geloof. Door het intelligente geloof. Het intelligente geloof is niet alleen in gebed. Want als het alleen gebed zou alleen zijn, dan hoeveel zijn de mensen die bidden? Hoeveel zijn degenen die vragen aan God om hulp? In gebed praat ik erover. En nog steeds vele mensen lijden. Want het gaat niet alleen om in gebed. Het gaat om wat dien ik te doen met het geloof. En zoals Denise vertelde, zo dient het te zijn. Dat het geloof is actie, zijn daden. En daarvoor nodig ik u uit, beste kijker, dat u deze stappen neemt van geloof. Wij zullen nu kijken naar een fragment van de afgelopen dienst hier van Bisschop Roy. Tot zo. Dit is een aflevering van Hoop en Leven. Genesis 17 zegt de Bijbel. Toen Abraham 99 jaar oud was. Toen Abraham 99 jaar oud was. Verscheen de Heere aan Abraham. En zeide tot hem, ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Onberispelijk betekent zonder gebrek. Perfect in zijn gedrag, perfect in zijn manier van handelen. Toen God dat tegen Abraham zei, het was dat het moment waarop God zijn naam van Abraham naar Abraham veranderde. Toen God dat tegen Abraham zei, volgde of diende Abraham God al 24 jaar. Omdat toen God Abraham riep, was Abraham 75 jaar oud. En hier was Abraham 99 jaar oud geworden. Hij was al 99 jaar oud. En God zei tegen Abraham, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht. En wees onberispelijk. Dat betekent, blijf wandelen in mijn aanwezigheid. Wijk niet van mijn pad af. Maar Abraham diende God al 24 jaar. Ja, maar er zijn mensen die God jarenlang dienen en na een tijdje wijken ze af van het pad van God. Of verlaten zij God of het geloof. En God zei dat tegen Abraham. Toen was de zoon van Abraham, Isaac, nog niet geboren. En op die dag zei God nog een keer tegen Abraham, jouw zoon, jouw vrouw, Sarah, zal een zoon baren. En een jaar daarna is Isaac geboren. Maar een van de dingen die belangrijk zijn, is het volgende. Het is noodzakelijk dat wij volharden. Het is noodzakelijk dat wij niet opgeven. Omdat de tijd van God anders is dan onze tijd. In de getuigenis
zei Chadelies ook het volgende. Dat ze bad en ze wilde het gelijk hebben. Huh? Toch? Of sliep u tijdens de getuigenis? Nee. Ze zei dat, toch? Ze zei dat ze bad en ze wilde het onmiddellijk zien gebeuren. En dat gebeurde niet. Dus ze leerde om te vertrouwen op God. Omdat God geen, hoe zeg ik dat, magie? God verricht geen magie. God gaat geen magie verrichten. Ja, ik kom hier met lege zakken, hè? Lege zakken. En ik ga bidden, Heer, ik wil geld hebben. En wanneer ik naar buiten ga en ik de hand... Er is 10.000 hier. Ik ga, de persoon komt vrijgezel in de kerk. Jij bidt, ik wil trouwen. En wanneer hij naar buiten gaat, is hij al getrouwd. Hè? Ja, het is niet zo. Toch? Maar toch willen de mensen, en dat kan met u gebeuren, dat kan met mij gebeuren, dat kan met iedereen gebeuren. Toch willen de mensen bidden en gelijk ontvangen. En als het een beetje langer duurt dan wat de persoon wil of verwacht, dan begint de persoon zich te laten ontmoedigen. Ah, maar waarom? God kan alles. Waarom geeft hij mij dat niet op dit moment? Maar misschien is dat niet wat God wil. Misschien wat God wil, is niet dat ons leven verandert. Ik ga het uitleggen. Er zijn mensen die hun ogen goed hebben geopend toen ik dat zei. Mensen die zo van, hè? God wil mij niet antwoorden. Wat is dat? Misschien is het hoofddoel van God niet dat uw leven verandert. Natuurlijk wil hij uw leven veranderen. En dat gaat gebeuren. Maar als u doet wat hij zegt. Dus misschien is het hoofddoel van God dat u op hem vertrouwt. Dat u leert vertrouwen op hem. Dat u hem leert zoeken als eerst. In de getuigenis van meneer André Sloemen van vorige zondag. Zei hij dat hij had gestreden voor zijn financiën. En dat jaar werden de dingen moeilijker. Vanwege de recessie, de crisis. 2009 als ik me niet vergis, zei hij. En dat jaar werd moeilijker voor hem. Niet omdat hij had geofferd, maar omdat de recessie kwam. Omdat de crisis plaatsvond. En dat bepalen wij niet. Maar God liet het toe. God laat de problemen toe. En toen zei hij dat hij, ik weet niet of u dat nog weet, maar hij zei dat hij heel veel strijd heeft gehad over zijn eigen geloof, omdat de gedachten kwamen. Als je bidt, als je offert, als je God zoekt en jij ziet dat de situatie erger wordt, dan waarom ben je er? Waarom strijd je? Waarom zoek je God? Maar hij bleef volharden. En op een bepaald moment kwam hij achter dat het waardevolste dat hij had, God was. Dit is een aflevering van Hoop en Leven. Dit is het moment voor het gebed. Mijn God, in de naam van Jezus. Er zijn mensen die op dit moment luisteren en kijken. En er zijn ook mensen die, wie weet, nooit een ervaring met u hebben. Er zijn mensen nog, Heer, die zijn niet opgegroeid in het geloof. Wie weet, in een religie. En met de tijd door problemen en moeilijkheden hebben het losgelaten. Er zijn mensen die eerst geloofden in u. Maar vanwege de obstakelen, de moeilijkheden, zijn ze gestopt te vertrouwen en te geloven. Maar ik vraag aan u om hen te bezoeken. Want wij leven in een wereld van strijden. Wij leven in een wereld van problemen.
En problemen komen, problemen gaan. Maar het geloof is de gereedschap om uit onze problemen te komen. Daarom vernieuw het geloof van deze persoon. Geef aan deze persoon uw vrede. O Heere, bezoek deze persoon in haar huis of in zijn huis. En laat uw aanwezigheid daar komen. En geef uw blijdschap, uw vrede, de kracht, de motivatie voor een nieuw begin. Ik geloof erin. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. En God zij dank. Beste kijker, het heeft niks te maken met een religie. Het heeft te maken met het intelligente geloof. En het intelligente geloof stuurt u om acties en daden te nemen door middel van het geloof. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting, van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit was het programma van Hoop en Leven.